Dag dames en heren, het was een zachte dag vandaag met temperaturen tot 20 graden lokaal en redelijk wat zonneschijn. Ik ga direct ons weerbericht beginnen met een poll, namelijk vannacht gaan we opnieuw over naar de wintertijd. En dan rijst automatisch de vraag, ja, bent u een voorstander van die wintertijd of toch eerder een liefhebber van die zomertijd? Ik zou zeggen, laat het even weten hieronder in de reacties. We zijn zeer benieuwd nu. Ja, ik zei het al, veel zon vandaag, maar dat gaat niet blijven duren. De zon is ondertussen onder. Ja, we zien toch wel dat die bewolking aan het toenemen is. En vannacht gaat die uit die wolken uiteindelijk ook zelfs wat lichte regen vallen. Dus het gaat niet droog blijven vannacht. Regen komt binnen vanuit het noordwesten. En ja, de minimumtemperaturen gaan zakken naar een 9 tot 11 graden. Het is trouwens een kou front en achter dat front zit gevoelig koudere lucht. Dat gaan we vooral morgen merken. En dan morgen voormiddag, wel, ja, nog wat regen boven het zuidoosten van België. Meer naar het noordwesten toe, zeker het noordwesten van Nederland. Daar verwachten we eigenlijk al vrij fraai weer met al wat opklaringen. Nu, het is vooral na de middag dat die opklaringen op meerdere plaatsen echt wel gaan binnencijpelen. Met dan ja, lokaal zelfs vrij brede opklaringen. Boven de Ardennen misschien nog wat bewolking. En ook boven het noordwesten van Nederland kan er dan weer wat bewolking binnenkomen. Morgenavond zijn daar dan aan de noordelijke kustgebieden ook enkele regenbuien mogelijk. Maar dat is vooral iets voor het noorden van Nederland. Elders blijft het droog morgen. En de temperaturen zijn dus een pak kouder dan vandaag. Kijk eens, 11, 12 graden maar. Vandaag hadden we daar 19 tot 20 graden. Dus dat is toch wel een groot verschil. Ik zei het al, we gaan overschakelen vannacht van de zomertijd op de wintertijd. We draaien de klok een uurtje terug. 3 uur wordt 2 uur. Met andere woorden, we kunnen morgen een uurtje langer slapen. En dan, het begin van de nieuwe werkweek of het vervolg van de herfstvakantie, dat mag u zelf invullen uiteraard. Maandag wel wat bewolking, er zijn opklaringen, maar toch nog steeds wel wat bewolking dus. En de temperaturen blijven vrij laag, 11 tot 12, misschien nog 13 graden dinsdag. Ongeveer dezelfde temperaturen, rond 11 graden met ja, wat meer zon. Dus die zon gaat er steeds vaker aan te pas komen en zeker richting het midden van de week, woensdag bijvoorbeeld, redelijk wat zonneschijn toch wel. Nu die temperaturen zijn ja, toch wel nog wat achteruit gegaan. Het wordt een pak frisser opnieuw. 9 graden gemiddeld. In de Ardennen zijn dat maxima van een 4 tot 5 graden. Dus dat neigt toch al een klein beetje naar iets winterser weer daar. Maar in Vlaanderen en Nederland blijft het zeker nog verre van winters. Maar toch wel al een stuk frisser. Maar dus veel zon. Dat is de positieve kanttekening voor woensdag. Het overzicht ziet er als volgt uit. Maandag, dinsdag, woensdag. Conclusie, steeds meer zon, maar ook steeds koeler weer. En dat gaan we ook s'nachts merken, want door die opklaringen gaat het ook s'nachts fors afkoelen. Kijk eens, vanaf dinsdag tot en met donderdag telkens minima rond het vriespunt. En de kans is dus groot dat we eind oktober de komende dagen, dus die eerste nachtvorst van het najaar 2019 gaan krijgen. En dan richting volgend weekend zou het weer wat zachter worden. Dat zou wel samengaan met wat neerslag. Dus wat buien of eventueel zelfs een regenzone voor volgend weekend is dan zeker mogelijk. Ziezo, dat was het videoweerbericht voor deze 26e oktober. Nicolas die heeft vanavond een livestream gedaan of is daar zelfs op dit moment nog aan bezig. Ik zou zeggen, neem even een kijkje en dan zien wij elkaar heel graag terug woensdag voor een nieuwe update van het weer. Heel graag, tot dan!